Kijk, dit boekje, maak je bed op. En daar staat onder kleine dingen die je leven kunnen veranderen en misschien wel de wereld. Nou, dit is een van de meest gestelde vragen. Hoe kan ik snel mijn zichtbaarheid vergroten? En ik wil je een aantal tips, tools, tricks en handvatten hierin geven. Noortje die stelde deze vraag. Ik denk namens het hele volk van ZZP'ers die te weinig zichtbaar zijn. En weet je, als je namelijk elke ochtend je bed opmaakt, dan heb je vast één taak gedaan. En mijn suggestie voor zichtbaarheid zou zijn, als je die wil vergroten, doe elke dag een klein dingetje. Elke dag. En ik weet dat mensen dit spannend vinden. Niet iedereen natuurlijk, maar zichtbaarheid is ook gewoon persoonlijke groei. Want je laat iets van jezelf zien. En je weet het, als het wordt gezien, dan vinden mensen daar iets van. Vervolgens reageren ze, krijg je feedback. En dat doet dan weer iets met jou. So be it. Denk vervolgens na, wat voor kennis kan ik delen? Wat heb ik meegemaakt? Wat weet ik? Wat kan ik weggeven aan tips? Heel simpel. Vervolgens, wat wil mijn doelgroep? Dus je maakt een bewuste keus. Bijvoorbeeld, ik heb de doelgroep trainers, coaches, die energizers en kennismakers en teambuilding werk voor me wil. Of ik heb een groep ZZP'ers die willen weten, hoe kan ik mijn zichtbaarheid vergroten? Ga ik het ze geven? Dus vervolgens ga je ook kijken van, waar zoeken ze nou precies op? Dus waar googelen ze op? Je kunt het aan ze vragen, maar je kunt het ook ontdekken via de Google Keyword Planner. Dus dan geven zij eigenlijk jou het antwoord. Overigens heb ik ook een Facebookgroep waarin ik dan vragen stel. Zal ik het heel snel even laten zien? Even snel switch. Blijf even hangen. Ik heb een Facebookgroep en die heet Mijn Eerste Online Training. En als mensen daar lid van willen worden, oh, Miranda bijvoorbeeld. Het is echt ter plekke, ik pak hem nu eventjes. En die wil lid worden van mijn groep en dan stel ik de vraag, hoi, super om je te zien. Laat me alvast weten wat je wil leren over online lesgeven, want daar gaat die groep over. Hoe ik dit leuk, actief en leerzaam kan maken. Nou, nu weet ik dat vast. En ik hoef ze dit alleen maar te geven. Geef mensen wat ze willen hebben. Uiteindelijk is er vaak iets anders wat erachter zit, wat ze echt nodig hebben. En dat kun je betaald aanbieden. Dus niks aan de hand om gewoon heel veel kennis gratis weg te geven. Nou, wat kan ik je nog meer meegeven? Zorg dat je consistent bent. Dus dat je, ik noem maar wat, elke vrijdagochtend om 10 uur. Dat snappen mensen. Mensen moeten het kunnen volgen. Als je elke week een ander plan hebt, een andere strategie, een andere, en daar ben ik in het verleden niet het beste voorbeeld in geweest, maar consistentie is dat mensen gaan snappen wat je doet. Dus dat betekent, nou, heel simpel, elke dag iets doen. Elke dag op een vast tijdstip doen. Dus dat zijn twee keuzes, hè. Elke week iets doen. Liefst dan op een vaste dag. En liefst op een vast tijdstip. Om de week, snappen mensen ook nog. Elke maand, maar is eigenlijk veel te weinig. Mijn suggestie, mijn dringende advies zou zijn, als je snel je zichtbaarheid wil vergroten, want dat is de vraag, doe dan elke dag iets. Geef elke dag een tip. Hoeft echt niet per se op hetzelfde tijdstip. Kies ook je platform. Ik heb gemerkt dat er bepaalde platforms zijn waar ik meer mee heb en sommige waar ik minder mee heb. Twitter is bij mij echt, ik heb een account, maar ik doe er bijna niks mee. Instagram, ik heb een paar pogingen gedaan, maar oké, het is niet echt mijn ding nog. Facebookgroepen, Facebook Live, vind ik fantastisch. YouTube, geweldig. Dus kies je platform. LinkedIn vind ik eerlijk gezegd wat minder. Ook uiteraard afhankelijk van je doelgroep. En ik heb nog algoritmelogica voor je. Ik ga het algoritme van alle verschillende platforms aan je geven. Let op, daar komt ie. Blijf hangen. Dit is het algoritme. Nee, heel simpel. Een platform houdt ervan dat jij ervoor zorgt dat zij langer blijven. Dus door heel veel waarde toe te voegen. Dat ze dus lang bezig zijn met je post te lezen, je foto te bekijken, je video te bekijken. Dat je likes en hartjes enzovoorts gaat krijgen. Dat je positieve reacties gaat krijgen. En dat kun je uitlokken, dat kun je om vragen.
dat mensen het gaan delen. Soms gebeurt het spontaan, hè. Ik had vorige week nou heel snel even een switch maken naar wat ik vorige week deed. Ik vond het echt super gaaf. Blijf even hangen, hoor. Ik had, even kijken hoor, hier op mijn eigen profiel even klikken. En daar had ik dus vanwege het hele corona-verhaal moeten leerkrachten online les gaan geven. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon lesgeven over hoe je online les kunt geven. En nou ja, dat ga ik gewoon gratis doen, uiteraard. En wat had ik daar voor reacties? Nou, ik moet even terugscrollen, want er is heel wat gebeurd. Hier, 388 keer gedeeld. En dat is natuurlijk omdat de post was krachtig. Er was concreet momenten van lesgeven. Er was gelijk een Zoom-link in. En nou, weet je, er zaten allerlei elementen in die maakten dat het gedeeld ging worden. Maar vooral, het was super actueel. En mensen die vonden het super waardevol. Nou, dan wordt het dus gedeeld. En dan denkt het platform van, wauw, dit is blijkbaar een hele waardevolle post. Dus dit ga ik aan meer mensen laten zien. Overigens, hoe lang mensen je post lezen en op meer weergeven klikken en hoe lang ze de video kijken, bepaalt natuurlijk ook dat het platform snapt, ze zijn super slim, dat dit een goede post is. Dus ja, geef mensen wat ze willen hebben. Ook wat is de vervolgactie? Wat doen ze bijvoorbeeld als je op YouTube een video zet die maakt dat mensen gaan abonneren, dan denkt YouTube natuurlijk, wow, die zetten we bij de aanbevolen video's. Die zetten we aan het rechte rijtje, die laten we aan meer mensen zien. Weet je, zo simpel is het eigenlijk. En dan hoef je echt niet de code te kraken. Dit is de code. En dit zal niet veranderen. Ze willen dat je op hun platform blijft. Vind je het spannend? Vind je het spannend om zichtbaar te worden? Begin dan klein, door bijvoorbeeld gewoon eerst like te geven op een post van iemand anders. Word je toch zichtbaar? Er zijn mensen die bij mij klant zijn, die zeggen van, nou, ik heb die en die geliked. En die nam contact met me op. En die wilde gelijk klant worden. Kan zomaar gebeuren. Reageer op posts van anderen. Dus echt met een advies. Of als er feedback gevraagd wordt. Of gewoon positief. Yay. In woorden dus reageren. Deel posts van anderen als je het waardevol vindt. Dat betekent dus dat je zelf geen content hoeft te maken, maar dat je content van anderen gaat delen. Ik ken iemand in mijn klantengroep die ging elke dag gewoon even op zoek naar een waardevolle post in de sector van de zorg. Iets actueels en dat gewoon delen. Zij werd daardoor de expert. Maak een groep. Met name in Facebook vind ik het krachtig, op LinkedIn vind ik het minder krachtig. Die groep die is van jou en die begint klein, want er is eerst 1 persoon in jouw woonkamer, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5, 10, 20, 50, 100. En zo wordt het steeds groter. En jij went er dus aan dat er steeds meer mensen kijken en meedoen. En dan begin je dus heel erg klein. Ga niet nadenken over algoritmes, maar deel gewoon vanuit je hart zonder na te denken. Want als we die algoritmes niet snappen, ja, je kent nu het algoritme, maar doe dingen gewoon omdat ze recht uit je hart komen. Mensen die voelen dat ook. Als je meer vertrouwen gaat krijgen, dan zou ik zeggen, ga daarna adverteren. En dan kunnen mensen over je heen gaan schijten. Omdat jij adverteren, zeker op Facebook, is natuurlijk push marketing. Het is geen search marketing. Oftewel, als mensen ergens naar zoeken naar een oplossing en dan via Google of via YouTube bij jou komen, fantastisch. Maar als je dus adverteert, opeens kom jij in their face, dan gaan ze schijten. Het is het verhaal van de schijtende meeuw. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Ooit was ik met mijn vader aan het fietsen en mijn vader die was toen al kaal. En jongens, ik hoor echt zo platsch en ik kijk opzij, heeft hij echt schijt van een meeuw op zijn kop. Dus hij pakt zijn zakdoek en hij veegt dat van zijn hoofd af. Ik zal het moment nooit vergeten. Maar op internet is het ook zo dat mensen gewoon, ze zien je post voorbij komen, zeker als het een advertentie is, het staat ze niet aan en ze zijn toch al een beetje in een slechte bui en ze denken, schijt even op jou. Nou, en dan heb jij dus een negatieve reactie op je advertentie of op je post. Nou, het is wat het is. Het is hun negativiteit, niet die van jou. Jij wilt waarde toevoegen. Jij wilt een verschil maken in de wereld. En daarom moet je elke dag je bed opmaken.
Dankjewel voor je aandacht. Als je vragen hebt, stel ze hieronder. Als je dit een waardevolle video vond, ik denk, ik ga je nu in actie zetten. Abonneer dan op dit kanaal, want ik deel volgens mij in mijn ogen heel veel waardevolle tips en dan hoef je niks te missen.